Hello everyone, I'm going to make something using a piece of a box, and this video will be in Dutch and in English. So I will do the English first and next the Dutch translation. Ik ga vandaag iets maken van een stukje van een kartonnen doos. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we gaan het vanzelf zien. Ik ga eerst vertellen wat ik ga doen en dan zal ik hem daarna gewoon even de video versnellen, want anders dan wordt het wel een hele lange video. First I will tell you what I'm going to do and then I will speed up the video so the video won't be too long. As I told you, this is a piece of a cardstock for a cardboard box and I will be putting on a layer of black gesso first. Ik ga eerst de doos, een stukje van de doos, vol behandelen met zwarte gesso. Om de kartonkleur weg te krijgen, maar ook om straks de volgende laag, daar wil ik een beetje een zwarte ondergrond vormen. When the gesso is dried, you can start by adding the next layer. Then we'll be using crackle paint. Als de gesso droog is, dan kun je de volgende laag doen en dat is crackle paint. Ik ga dat met een paletmes doen. En ik hoop dat er dan het zwart door de crackle heen gaat schijnen. We gaan het zien. Crackle paint is nu droog en nu ga ik het een kleurtje geven met deze twee kleurtjes. De crackle paint is dried en now I'm going to paint it. When the paint has dried, I will be adding some stamping in the background. I will be using this stamp. And next I will use this stencil with black modeling paste. Als de verf droog is, ga ik op de achtergrond wat stempelen met deze stempel van Studio Light. En daar overheen komt dan dit stencil met zwarte modeling paste. De meeste van de spullen die ik gebruik, die kun je kopen in Nederland bij Hobbyshop Sandra. Dit stencil is van Hobbyshop Sandra. Als de modeling paste dan droog is, dan ga ik weer verder. Dus ik ga nu de video weer even versnellen.
modeling paste is dry, and next I'm going to add a heart to it. I've die cutted this heart using the Sizzix die, and I'm going to cut off the sides, wings, hearts, I don't know what they are, and gesso it and paint it red, and maybe do some stamping over it. The modelier pasta is droog en ik heb dit hart net uitgesneden met een Sizzix mol. De zijkanten ga ik eraf halen. Ik ga hem met gesso behandelen en dan schilderen met rode verf. En waarschijnlijk nog iets eroverheen stempelen. Crackle glaze op het hart gedaan, alleen het is hier zo warm dat het eigenlijk al meteen droog. Normaal verspreidt het zich gewoon over de oppervlakte en dan krijg je een mooi gelijkmatig laagje, maar nu is het een beetje stroperig en je blijft ook de kwaststrookjes of de dingen van de kwast blijf je zien. Dus ik weet niet of dit goed gaat komen, maar ik zie wel als het droog is. I've added crackle paste to the heart. But because it's so very warm in here, it almost dries when it touches the surface and it is not leveling out. Normally this would spread out evenly. But it's just too warm and it dries immediately. And you can see the paintbrush strokes. So I don't think this is going to turn out okay, but we'll see when it is dried. Next I'm going to make the wings look a bit rusty. I will be using these and I think some texture sand. Ik ga de vleugels een beetje een roesteffect geven met texture sand en met deze media fluid acrylic kleurtjes. Quinacridone cold en transparent yellow oxide. Yellow iron oxide, sorry. Thank you.
Crackle paste is dried and it looks better than I thought it would. I don't think the camera will pick up the crackles, but we're going to add antique and cream in black, and that will make the crackles show. Het is beter opgedroogd dan ik dacht. Je ziet de crackeltjes waarschijnlijk niet op de camera. Maar ik ga de antique cream opdoen en dan dat kun je helemaal in de crackles wrijven. En dan kun je ze veel beter zien.